Meneer de premier, ik had eigenlijk niet gedacht dat u uw spreektijd ging opgebruiken. Ik dacht dat u ging zeggen, ja, ik geef ze met plezier de WhatsApps, ik geef ze met plezier de e-mailberichten, ik wil met plezier het parlement correct informeren, ik zal met plezier de nieuwe politiek tastbaar maken. Maar ik heb die zinnen blijkbaar gemist in uw betoog. Zwat, een aantal replieken. Eén over uw agenda. Meneer de premier, ik heb bijzonder veel respect voor uw drukke agenda. Ik heb echt bijzonder veel respect voor uw drukke agenda. Maar dat uw agenda druk is, moet u vergeven, is niet onze schuld. Is het schuld van het feit dat uw regering er een boeltje van maakt. Dat u zelf met de IMF moet gaan samenzitten, is omdat uw vakministers, economie, begroting, financiën er niet komen met resultaten. Dat u zelf de sociale partners moet zien, is omdat uw eigen PS-ministers, meneer Dermagne en mevrouw Lalieu, alles saboteren. Dat u zelf buitenlandse handel moet doen, is dat mevrouw Labib blijkbaar niet. Dat u zelf justitiedossiers enzovoort. Dus meneer de premier, ik heb begrip voor uw agenda. Maar als uw ministers misschien wat meer op niveau zouden presteren, dan zou u ook daar misschien wat meer tijd hebben om voor het parlement vrij te maken. Twee, u zegt, wat wij zeker niet mogen doen, is eigen creatieve interpretaties geven. Ik ga het u letterlijk citeren. Hè. Eigen interpretaties maken van wetten is geen manier van werken. Hè. Ja, ik weet niet of u het verslag gelezen heeft van het Rekenhof. 3 miljard euro commentaar maakt zij omdat u eigen interpretaties maakt van wetten die nog niet zijn goedgekeurd, die nog niet zijn gestemd, die nog niet op tafel liggen. 3 miljard. Wat wij hier bespreken, die BTW op energie, dat is het topje van de ijsberg. Hè? Dat is het symbool geworden voor van alles en nog wat, maar vooral een teken dat er gigantisch veel verkeerd zit en dat uw discours gewoon niet klopt. U zegt, meneer de premier, dat we verloren hebben op de inhoud. We zullen dat debat volgende week uitgebreid hebben in de Kamer en de plenaire uitgebreid. En ik ga ervan uit, meneer de premier, dat u daarop aanwezig zal zijn. Als u het debat graag op de inhoud voert, wel, dan verwachten wij u volgende week woensdag om 10 uur in de plenaire om samen met ons dat debat te voeren. Ik ga ervan uit dat u daar stipt zal zijn. Maar dan nu over de essentie. Een paar weken geleden zat ik hier samen met u, meneer de premier, en toen hadden we het over uw beleidsnota. Ik wil er graag even uit citeren. Uw beleidsnota van 28 oktober, waarin letterlijk staat: vanuit de regering werken wij aan manieren om de transparantie en de integriteit van het overheidsfunctioneren te versterken. De regering heeft beslist om meer actieve openbaarheid van bestuur te voeren. Uw beleidsnota. U gaat werken aan transparantie, aan integriteit, actieve openbaarheid van bestuur. Actieve openbaarheid van bestuur, meneer de premier. Het spijt me verschrikkelijk, dat heb ik hier niet gehoord. En ik had dat wel verwacht, omdat wij dat vragen, maar dat ook anderen dat vragen. Gisteren ter zake uw minister van Financiën, Vincent van Petegem, opnieuw, ik citeer: ik begrijp dat er vragen zijn, zegt hij. Ik vind het belangrijk dat er duidelijkheid over komt en dat die ook wordt gegeven. Ook uw eigen mensen, Jong VLD, gisteren op sociale media. We eisen dat Alexander De Croo ASAP onmiddellijk naar het parlement en het partijbestuur van Open VLD correct en transparant informeert. We zijn niet de enige die op ons honger blijven zitten. We zijn niet de enige die hopen dat de woorden van uw beleidsnota, transparantie, integriteit, openbaarheid van bestuur, dat u die niet alleen in woorden zou beleiden, maar ook in daden zou uitvoeren. Wat is de conclusie vandaag, meneer de premier? Wat weten wij? Wat weten wij nu echt? We weten, op basis van de mails die in knak staan en die niet deel geven aan ons, dat Eva De Bleker een tekst heeft ingediend die ze eerst gewijzigd had op uw vraag en vervolgens heeft ingediend in het parlement. Zij heeft uw tekst ingediend in het parlement en zij is daarvoor ontslaan, omdat zij uw tekst heeft ingediend. We weten dat die tekst niet alleen van Eva De Bleker kwam, niet alleen van uw kabinet, maar dat daar ook de handtekening onder stond van Vincent van Quickenborne en van Vincent van Petegem. We weten dat er WhatsApp zijn, u heeft het letterlijk zelf gezegd, en we weten ook dat u weigert om die te geven. We weten dat er e-mails zijn, u heeft ze net zelf erkend, we weten ook dat u weigert om die te geven. We weten dat u al 6 keer, 7 keer en vandaag de 8e keer gevraagd hebben om transparant te zijn met het parlement, en we weten dat u weigert om dat te doen. En waarom ik dat zo gigantisch erg vind, hè, meneer de premier, is omdat wij voor een berg staan. Wij staan voor een berg van schulden, van tekorten, van belastingen. En wij moeten een ganse samenleving meekrijgen om die berg te gaan overwinnen. Om die berg te gaan overwinnen. Dat is de uitdaging die wij als politici allemaal moeten aangaan. Maar om dat te kunnen doen, geloofwaardig, om die mensen mee te krijgen, hè,
moet je eerst die uitdaging concreet maken. Moet je tonen hoe hoog die berg is. Moet je daar eerlijk over durven zijn. Dat is de enige manier waarop je dat traject geloofwaardig kan lopen. En dat doet u niet, meneer de premier. Dat doet u bij herhaling niet, meneer de premier. En dat maakt dat wij niet anders kunnen dan vandaag een motie neer te leggen. Het is een motie van wantrouwen. Omdat u niet de transparantie heeft gegeven. U heeft dat bij herhaling niet gedaan. U heeft verklaringen afgelegd. U heeft tegenovergestelde verklaringen en dan nog eens tegenovergestelde verklaringen afgelegd. Dat kan allemaal nagelezen worden in de verslagen van het parlement. Meneer de premier, het is genoeg geweest. Wij vragen uw ontslag.